Dit is Bufo Bufo, de gewone pad. Met vele soortgenoten gaat hij in het voorjaar op pad naar zijn bruiloftsgebied. Een watertje of een vochtig stukje grond. Maar velen komen daar nooit aan. Het tragische levenseinde van honderden van deze kikvorsachtigen heeft in Overveen een actie op gang gebracht waarbij de trekroute door middel van gaas wordt versperd. Langs het gaas werden plastic emmers ingegraven waarin de paar lustige padden nu worden opgevangen. In de periode van half april tot eind mei worden de emmers dagelijks gecontroleerd, waarbij tevens biologisch onderzoek wordt gedaan. Zo wordt het geslacht van de padden bepaald, wordt hun lengte gemeten en hun gewicht vastgesteld, waardoor men over de samenstelling van de paddenpopulatie in het betrokken gebied meer te weten komt. Door de genomen voorzorgsmaatregelen eist het verkeer hier een minder grote tol dan elders. Want de gevangen padden worden nu door de mens naar de andere kant van de weg gebracht en daar losgelaten. In de vijvers en sloten van hun keuze zetten de wijfjes dan hun soms duizenden eieren in lange snoeren af, waarna deze direct door het mannetje bevrucht worden. In de zomer ontwikkelen de larven zich dan tot pad, waarmee de cyclus rond is.